Het nieuws dat Carlo Bossart last minute de stekker uit het langverwachte Make Up Your Mind evenement in de Ziggo Dome trekt, laat velen verbijsterd achter. Hoewel hij het officieel afdoet als productionele redenen, reizen er al snel vragen over de oprechtheid van zijn verklaring. Het is een trend geworden onder bekende Nederlanders om grootschalige evenementen te organiseren in concertzalen, een lucratieve zakelijke zet. Fred van Leer schittert met zijn flamboyante Fred en Fruence in Ahoy, Kees Tol viert zijn verjaardag groots in Avas Live, Terwijl Chantal Jansen en Patty Bart hun eigen extravagante shows op poten zetten. In navolging van deze trend kondigde Carlo Bossart enkele maanden geleden vol trots het Make Up Your Mind concert aan, gepland voor Medio volgende maand. Echter, tot ieders verrassing, trekt hij gisteren plotseling de stekker uit het evenement. De officiële verklaring luidt productionele redenen, maar de geloofwaardigheid hiervan wordt in twijfel getrokken door zowel media als het publiek. Het feit dat kaartkopers hun geld terugkrijgen en het evenement niet wordt verplaatst, voedt de speculaties alleen maar. TV-autoriteit Tina Nijkamp uit haar twijfels over de beweegredenen achter Carlos abrupte annulering. Ze vraagt zich af welke precieze productionele redenen dit zouden kunnen zijn en wijst op mogelijkheden zoals afgehaakte artiesten of onbeschikbare zalen. Ondertussen stromen haar inbox en sociale media kanalen vol met vermoedens dat het simpelweg te maken heeft met tegenvallende kaartverkoop. De keuze voor een datum midden in de zomer wordt ook ter discussie gesteld als mogelijk struikelblok voor het succes van het evenement. Zelfs Lucky King van RTL Boulevard laat zich niet onbetuigd een hint naar een gebrek aan transparantie van Carlo Bossart en zijn team. De vaagheid rondom de productionele redenen doet immers meer vragen reizen dan beantwoorden. Het publiek blijft achter met een gevoel van teleurstelling en onzekerheid, in afwachting van verdere details over een mogelijke nieuwe datum. Deze onverwachte wending werpt een schaduw over de ambitieuze plannen van Carlo Bossart en roept vragen op over de haalbaarheid van grootschalige evenementen door BNR's. Het publiek zal ongetwijfeld nauwlettend in de gaten houden hoe dit verhaal zich verder ontvouwt en of er meer duidelijkheid komt over de werkelijke redenen achter de annulering van het Make-Up Your-Mind-concert.